Cultuur kleurt het leven. Dus hoe mooi is het om je eigen leven extra kleur te geven door simpelweg eens een kijkje te nemen in de gewoonten en gebruiken van iemand die 7000 kilometer verderop leeft. Bijvoorbeeld bij de 80-jarige oma Tara in de bergen van Nepal. Hiervoor reizen wij van Kathmandu naar Pokhara over de Prithvi Highway. Een tocht van 200 kilometer, maar wel 7 uur reizen. Anders dan in Nederland zijn de wegen in Nepal gevaarlijk, slecht onderhouden en druk door de toevoer van goederen vanuit India naar de hoofdstad. Halverwege, na de brug, wordt het rustiger en zien we meer schoonheid. We passeren Pokhara, een populaire stad waar toeristen samenkomen voor trekking. Genieten van de rust van het Pewa Lake en al het goede wat dit stadje de sportieve Himalaya-beklimmers nog meer te bieden heeft. Van daaruit is het nog 3,5 uur met de plaatselijke, vaak stampvolle bus over smalle weggetjes naar Jarkola. Wij verruilen de touringcar voor onze benenwagen. Om bij oma te komen, moeten we namelijk nog een uur lopen. Een schitterende tocht. We wanen ons in een sprookjesland, 100 jaar terug in de tijd. Oma Tara, die ons al in de verte zag aankomen, ontvangt ons allervriendelijkst met een warm namaste. De ams. Ze leeft in een voor deze streek goed en degelijk huis, van waaruit wij een kijkje mogen nemen in hun dagelijks leven. Haar hoge leeftijd dankt oma waarschijnlijk aan elke dag hard werken en regelmaat. Alles, zo lijkt het tenminste, zonder een teken van stress. Iets waar wij in onze westerse wereld zo goed mee bekend zijn.
In de stal is zij bezig om maispap te koken voor haar buffels, paisies genoemd. Oma woont samen met haar schoondochter Sita. Zoon Agni helpt haar regelmatig. Onder in het dal beheert hij een klein winkeltje. Mijn Aldi noemt hij het met trots. Na het melken wordt het eerste witte goud van deze buffels geofferd aan de god Lakshmi. Intussen verzorgt Sita de geitjes. In het verleden vielen zij regelmatig ten prooi aan de tijgers. Maar door verandering van hun leefgebied laten zij zich gelukkig alleen nog sporadisch in de jungle zien. Oma kookt op het spaarzame biogas rijst in een ongetwijfeld goed bedoelde snelkookpan. Maar ook traditioneel koken op houtvuur zonder rookafvoer is nog steeds in zwang. Sita bereidt in de tussentijd het dagelijks prutje, gemaakt van de beschikbare groenten en linzen. Dal Bhat is de Nepalese naam hiervoor. Dat de lokale bevolking dit twee keer per dag eet, is goed voor te stellen. Het ziet er niet alleen verrukkelijk uit, het smaakt ook nog eens bijzonder goed. Een nieuwe dag breekt aan. Wij ontdekken een voorraadkamer vol mais en potjes met onduidelijke inhoud en natuurlijke dekseltjes. Vermoed wordt dat de plaatselijke knaagdieren ook wel weten waar de voorraadschuur is. Vandaar. Met een voor ons haast prehistorische maalsteen breidt Sita het mais fijn. Het grove overblijfsel wordt later voor de buffels gekookt. Een belangrijke bron van vruchtbaarheid voor het land is mest. Deze wordt in doko's naar de terrassen gebracht. Sita, die met rugproblemen kampt, hoeft haar doko niet helemaal te vullen. Toch blijft het een zwaar karwei, waar haar dag niet mee ophoudt. Sita moet hierna nog meewerken aan het verzamelen van voer voor de buffels. De boerderij waar oma nu woont is later gebouwd. Oorspronkelijk stond deze op haar eigen stukje grond. Nadeel is wel dat er nu meer dan een half uur gelopen moet worden om dit land te bewerken en te bemesten. Naast de maispap bestaat het voer voor de baisies uit bladeren. De takken worden door Agni van de boom gekapt, waarna Tara en Sita de doornen verwijderen en het loof verwerken. Ondertussen gaat het bemestingswerk van de jonge vrouwen gewoon door. Voor deze inspanning ontvangen zij ongeveer 100 roepies per dag. Dit is omgerekend nog geen euro. Maar om geld draait het hier niet. Rijkdom betekent in dit land dat je met het hart op de juiste plaats leeft. Wie goed is voor de natuur en zijn omgeving, ontvangt namelijk veel meer dan hij zoekt. Dus positief blijven, hard werken en ondanks de fysieke zware last verlichting vinden in voldoening.
Tara's jongste zoon, die in Nederland woont, stelt ondertussen alles in het werk om zijn bejaarde moeder over te laten komen naar ons kikkerlandje. Ondanks dat hij haar regelmatig bezoekt, weet hij dat zij zich geen voorstelling kan maken van zijn verhalen. Nu is er nog kans haar dit mee te laten maken. Voor oma is dit een droom. Maar voor die droom uitkomt, moeten wij eerst afscheid nemen van oma Tara en haar fascinerende land. Helaas, want het bezoek heeft onze relativiteitszin weer danig ontwikkeld. Ook voor Sita en oma valt het afscheid duidelijk zwaar. Gelukkig volgt het weerzien snel. Vanaf Pokhara Airport vliegt oma Tara naar Kathmandu om van daaruit naar Nederland te vliegen. Omdat ze helemaal alleen reist, is zij door het cabinepersoneel beloofd goed op haar te passen. Ze heeft nog geen idee wat ze allemaal zal doormaken. Te beginnen bij de vliegreis. Grote glazen deuren die ineens opengaan. Of wat dacht je van de ijzeren wegen op Schiphol, die zonder zelf te lopen je zomaar verder brengen. Nog niet gesproken over het verkeer en de wegen die omhoog gaan. Heet dat een brug? En wat vindt zij het erg dat er in de zee, die notabene de plek waar het heilige water van de Ganges instroomt, zout is gedaan. Dat kan nooit heilig water zijn. Toch zal zij zich ondanks alles razendsnel aanpassen in Nederland. Natuurlijk wel vol verwondering. Samen met haar zoon bezoekt zij ook ons in Emmen. En nu naar de dierentuin. Wat is dat? Noemen jullie dit een giraf? Bij een meer dan levensgrote poster voor een voor haar onbekend dier besluit zij open te staan voor de andere beesten die op onze aarde schijnen te leven. We hebben eventueel nog wel een dekentje hoor, voor Zoveel grote vissen, ik snap niet waarom niemand hier vist, was wederom een aandoenlijke constatering. En zoveel eenden, besloot ze bij het zien van de vele grote vogels die in of bij het water leefden. Tja, een simpele, maar logische indeling moeten wij bekennen. Ondanks dat de olifanten in de Emmense dierentuin Aziatisch zijn, heeft zij er nog nooit één gezien. In de jungle van Nepal, gelegen in het Nationaal Park Chitwan, is oma namelijk nog nooit geweest. Gelukkig weet ze wel zeker dat de geslurfde immigranten het hier naar hun zin hebben, want ze hebben zelfs jonkies. Voor de koning van de jungle heeft ze respect. Maar toen wij haar de tijgers wilden laten zien, bedankte zij resoluut. Deze roven immers haar pasgeboren geitjes. Ook apen kent Nepal genoeg. Maar met zulke rare rode billen?
Ah, die zijn toch wel heel bijzonder. De savanne vond ze geweldig. Zeker die dikke soort olifant met korte poten en de langnekken die vast en zeker niet echt waren. Maar later toch naar haar toe liepen. Oma leert en ziet zoveel nieuwe dingen. Al weet zij ons ook iets bij te brengen. En wel waar de naam van onze dikke knuffelbeer uit Jungle Book vandaan komt. Dit is Baloo. Oh, oké. Daar is het daar in de naam. Ja. Baloo blijkt het Nepalese en Indiase woord te zijn voor beer, zo weet zij ons te vertellen. De knaagdieren verdienen maar weinig aandacht. Oma zou ze het liefst verjagen. Stel je voor dat dit dierlijke onkruid weer haar voorraad aanvalt. Nee, dan spreken de pinguïns toch meer tot haar verbeelding. Nou ja, tot haar verbazing, kunnen we beter zeggen. Deze kan je toch moeilijk ook eenden noemen? Maar echte vogels zijn het evenmin. Ze beweegt zo grappig, vindt ze. Ja, deze beestjes staan haar zo te zien wel aan. Maar dan zijn daar de haaien. Vissen die mensen opeten. Dat maakt pas indruk. Een mozaïek aan andere zeedieren. Iets waarmee weer een nieuwe wereld opengaat voor oma. Een wondere waterwereld wel te verstaan, die blijk geeft van nog veel meer leven dan ze ooit voor mogelijk hield. Tja, zoals wij aan het begin al zeiden, cultuur kleurt het leven. Al kleurt het leven op dit moment net zo goed cultuur. Oma's bezoek is echt een verrijking voor ons allemaal. Toch heeft zij het na een flinke hoeveelheid prikkels wel gezien. Onze goede zorgen waren als een warme deken voor haar. Maar echt thuis voelt zij zich in haar eigen leven, besluit ze met de woorden: waar ik leef, is het toch veel mooier. En wij kunnen haar heel goed begrijpen. Weer moet ze 14 uur vliegen, gevolgd door een lange binnenlandse tocht naar haar eigen Djarkola. Het dorp waar zij geboren en opgegroeid is en waar zij haar hele leven heeft gewoond zonder het te verlaten. Het is daarom goed voor te stellen dat het een hele beleving was om zomaar een enorme tijdsprong te mogen maken. En dat op haar leeftijd. Thuisgekomen bekijkt zij met haar vrienden de video die zij meegekregen heeft. Hoe anders moet ze haar indrukken verhalen aan de anderen? Het is gewoonweg niet te begrijpen als je het niet ziet. Bijvoorbeeld dat je meel zomaar in pakjes koopt. Die rare beestjes met lange nekken. Nog maar niet gesproken over het zoute water en vissen die mensen eten. Bijzonder toch dat wij sprakeloos waren tijdens de reis in Nepal en dat oma op haar beurt geen woorden kon vinden voor haar ontdekkingen hier.
maar dat we nu beiden verhalenvertellers zijn geworden die niet voorlezen uit een boek, maar uit het hart.